Het iconische duo van Ludo en Janine, gespeeld door acteurs Erik de Vogel en Caroline de Bruijn, heeft jarenlang een onuitwisbare stempel gedrukt op de soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. De chemie tussen de twee gaat echter verder dan het scherm, aangezien ze al meer dan 2 decennia een gelukkig stel zijn buiten de opnames. Hun verhaal begon in 1996 toen Erik en Caroline elkaar ontmoetten op de set van GTST, en sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Terwijl Ludo en Janine binnen de serie talloze uitdagingen hebben overwonnen, hebben Erik en Caroline een vergelijkbaar succesverhaal in het echte leven gedeeld. Erik de Vogel heeft recentelijk onthuld dat hij binnenkort afscheid zal nemen van de serie. In een interview met Oude Tijden deelde hij zijn gedachten over dit besluit. Hoewel sommige acteurs ervoor kiezen om samen te stoppen wanneer een van hen vertrekt, is dat bij Erik en Caroline niet het geval. Hij benadrukte dat Goede Tijden, Slechte Tijden inmiddels een integraal onderdeel van hun leven is geworden, een verwevenheid die ze koesteren. De twee delen zelfs een kleedkamer en kunnen zich een leven zonder elkaar op de set nauwelijks voorstellen. Met de aankomende veranderingen hopen fans dat Ludo en Janine nog lang aan de serie kunnen bijdragen. Het succesvolle acteurskoppel heeft bewezen dat hun chemie zowel op als buiten het scherm blijft stralen en hun nalatenschap binnen GTST zal ongetwijfeld voortduren.